Het monumentale Gelderpoortje zal als object worden ingepast in het bestaande hekwerk tussen het Stadsmuseum en de voormalig Mariaschool aan de Havenstraat in Woerden. Het college van Woerden heeft dit besloten. Het 16e-eeuwse Gelderpoortje was de tuinpoort van het Sint-Nicolaas Schilderhuis aan de Hoge Woerd, dat in 1576 gesloopt is. Het landelijk initiatief Hartslag Nu heeft met Hartslag Woerden nu ook hier snelle hulp bij een hartstilstand. Lokale burgerhulpverleners zijn hierdoor beter georganiseerd. Zij zullen vanuit een meldkamer gealarmeerd worden als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een hartstilstand. Burgerhulpverleners hebben een reanimatiediploma. Zij weten kundig om te gaan met een AED. Kosten voor een graf zijn in Woerden flink hoger dan de gemiddelde grafkosten in Nederland. Een graf voor één persoon in Nederland kost gemiddeld €3.039. In Woerden wordt hiervoor €4.300 betaald. Vorig jaar werd gemiddeld voor eenzelfde graf nog €2.860 betaald. Limburg en Groningen zijn de goedkoopste provincies. De eerste Woerdense jeugddichter is de 11-jarige Mathilde Kaptein. Voor een jury vond een battle plaats waar 7 jongeren onder de 18 jaar aan meededen. Ze deden het allemaal geweldig. Mathilde schrijft gedichten om haar gevoelens over te brengen op anderen en zo voor iemand de dag een beetje mooier te maken. De gasten van het Romeins Schip worden vanaf dit jaar ontvangen in de kleine zaal van Concordia. Daar wordt veel informatie over de Romeinse tijd gedeeld en er zijn 3 scheepsmaquettes te bewonderen. Met dank aan het depot van de provincie Utrecht wordt er een mix van voorwerpen uit de Romeinse tijd getoond. De moestuin in Bredius is weer op vaste tijden open. Op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag wordt gewerkt tussen 9:30 en 12:00. Deze winter is een schuur geplaatst. De groentebedden worden losgemaakt, de aardbeien zijn verplant en er zijn al aardappelen gepoot. De kruiden krijgen een aparte kruidentuin.